De bewoners van het Spaanse dorp Podopos zijn druk aan het klussen in hun nieuwe gekochte huizen. Het gezin dat het meest integreert wint in het tv-programma 20.000 euro. Maar in het dorp ontstaan intussen irritaties tussen de Nederlanders. Dit ziet er gezellig uit. Ah, hola! ¿Qué tal? Hoe gaat het? Goed. Voor de bewoners van Podopos is lekker bakken aan de playa er deze zomer niet bij. De nieuwe huiseigenaren klussen vooal binnen. Het is 3 meter. En nog eens possible. Het is wel hard werken hoor. Je bent elke dag echt bezig en ook in de weekenden. Het stopt nooit. Van 's ochtends tot 's avonds laat. Nee, het stopt nooit. Por eso te digo que como mínimo deberías buscar aquí el desagüe. A mí no hay ningún problema. We doen alles zelf. We stukken zelf. We doen tegelen zelf. Het is goed. Wij stukken. Wij doen betonstorten helpen we mee. We hadden eerst als doel een B&B. Ja. Maar daar zijn we eigenlijk vanaf gestapt. En nu maken we 2 mooie appartementen. Het pittoreske dorpje zorgt voor prachtige vergezichten. Alleen Juani mist haar Limburgse heuvels. Ik heb wel 1 keer heimwee gehad. Mensen gaan valkenbaren een beetje. Ha? Je sweet vrouwtje. Het heeft 2 dagen zoiets geduurd. Ja. Dat is een tijdje geleden. Best lang. Ja. 2 dagen. Ik denk als dat maar overgaat. In de Spaanse hitte loopt naast de temperatuur ook de irritatie hoog op. Het lijkt soms wel een aflevering van Bonje met de buren. Aan die kant woont de familie Rutte. Oh, dat is dat zijn jullie buren? Ja. Oh, nou heb je juist gezellige buren gelijk. Mm-hmm. Ja. We hebben een politieke. Als het straks klaar is, dan ben je, als het goed is, ook nog hier. Dus dan ben je ook buren en dergelijke. Dan denk ik, ja, weet je, bouw gewoon een leuke band op. Ja, hele leuke buren. Leuk, ja. Je zit in boulevard, hè? Ja, ja. Nou, ik voel wel een beetje spanning aan daar. Ja, hoe is de sfeer nu daar? Nou, dit was eerder opgenomen. Toen voelden we het inderdaad al. De sfeer is wel goed, maar deze 2 mensen die praten niet meer met elkaar. Oh, maar de sfeer is goed. Nou ja, Juani en... nee, maar de rest van de families en de stellen hebben wel gewoon contact. Kijk, Elisa is gewoon een hele andere vrouw dan Juani. En als je dus, net zoals wij, misschien in een dorpje of ergens in de stad wonen, dan heb je natuurlijk irritaties met de buren of soms heb je wel eens wat. Nou, dat gebeurt hier ook. Het is eigenlijk een zomerse soap. Daarom is het ook een succes. 600.000 kijkers gemiddeld om 21:30 s'avonds. Ja, en je volgt eigenlijk alle ontwikkelingen. Zowel de bedrijven, want ze willen daar dus een bedrijfje gaan vestigen. Maar ook dit soort perikelen horen er ook bij. Jij bent er geweest. Zou je er willen wonen? Nee, ik zou er niet willen wonen. Dat is wel heel niet direct. Vanwege de bewoners. Nee, het is gewoon heel afge... Ja, leeg. 60 mensen wonen er, 3 kinderen. Moet ik wel zeggen, de ondernemersgeest van deze Nederlanders is ontzettend te prijzen. Want ze gaan daar motortochten houden. Ze gaan daar kunstenaars welkom heten die daar lekker kunnen gaan schilderen. Ik bedoel, dat krijgt wel echt een impuls. Ook kan door de serie. Het Songfestival dan niet? Nou, dat is een goed idee. Nee, het is veel te klein en de daken zijn veel te laag. Dat kan absoluut niet. Maar het is wel zo dat dit... je gaat gewoon hartstikke door. En ik merk ook wel dat de toeristen zich melden. Dat hebben we de programmamakers gesproken. Die komen nu mondjesmaat naar het dorp, gaan foto's maken, willen ook even binnenkijken. Ja, ja. Nou, dat wil die burgemeester. Daar ben ik ook nog even geweest. Er moet gewoon meer klandizie, meer mensen moeten naar dat dorp. Dat het weer lekker reuring en dat er mensen komen. Dus dat gaat goed. Nou, vanavond weer om 9:30 gaan we het weer volgen. Helemaal goed. Dankjewel, Aaron.